welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wordt het een super positieve video, want ik ga het vandaag hebben over mijn favoriete make-up producten van het moment. Niet allemaal, maar een aantal die jullie misschien ook niet hebben gezien. Een aantal producten heb ik al gebruikt in video's, maar een aantal ook helemaal niet. Ik heb laatst een video upgeload waarin ik het heb gehad over de slechtste make-up producten. Daarvan heb ik er voor het laatst al 2 upgeload achter elkaar, maar ik had nog helemaal geen video gemaakt over mijn fave make-up product. Mijn favoriete make-up producten die ik jullie allemaal aanraad. Grote disclaimer, wat voor mij kan werken, werkt misschien niet voor jou. Dat kan. Misschien vind ik wel iets heel erg goed. En werkt het voor jou echt totaal niet? Dat kan echt voor iedereen anders zijn. Misschien heb je een andere voorkeuren, heb je een andere smaak, andere huidskleur, dat soort dingen. Het ene kan wel werken voor de ene persoon en niet voor de andere persoon. Maar de producten van vandaag ben ik echt van overtuigd dat jullie ze allemaal echt geweldig gaan vinden. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, even snel over deze make-up look. Deze make-up look is volledig gemaakt met supergoed kopen make-up van Shine. Die video staat al op mijn kanaal. Ik breng hem hier in beeld. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga hem zeker kijken. Want deze make-up look, dit is echt de meest goedkope make-up look die ik ooit heb gemaakt. En het is echt amazing. Ik heb hier een aantal producten in dit bakje die echt geweldig zijn. En ik ga beginnen met lipsticks. Van het Nederlands make-up merk New Standard heb ik 3 nieuwe lipsticks. Dit is echt nieuw in hun assortiment. En ze hebben er 3. Ik heb ook alle 3 de kleuren geswatcht op mijn Instagram. Dit zijn creamy lipsticks in 3 kleuren. De lichtste kleur heet Freckles. Dit is een hele mooie bruinachtige nude kleur. Middelste kleur heet Film Buff. Dit is een beetje een bruinige roze medium nude kleur. Ook echt een prachtige kleur. En de laatste kleur die heet Mystery. En dit is dan ook gelijk de donkerste kleur. Dit is een beetje een rood paarse donkere kleur. Alle 3 de kleuren zijn echt amazing. Heel veel pigment. Lekker creamy. Ga niet heel snel van de lippen af. Maar mijn fave is toch wel Freckles. Deze nude. Ik vind niet heel snel nudes die echt perfect zijn voor mij. Maar deze kleur is met mijn huidskleur, want het verschilt echt per huidskleur wat jouw perfecte nude is. Maar voor mijn huidskleur is deze nude zo perfect. Hij is niet te licht, niet te donker. Ik heb hem nou ook op. Ik heb hem op met een lippotloodje van Juvia's Place in de kleur So Rare. Ik mix hem ook heel vaak met mijn Morphe Sweet Tea Lip Pencil. Hij is te licht voor mij om hem alleen te dragen. Dus ik moet hem wel altijd met een donkerdere kleur lippotloodje opdoen. Maar hij is echt amazing. Dit is echt één van de mooiste nudes die ik op dit moment heb. Het is echt de perfecte nude voor mijn huidskleur. Dus I love it. Echt amazing. En deze 3 lipsticks zijn alle 3 echt geweldig. De medium kleur Film Buff is ook echt een prachtige nude. Kijk even hoe mooi deze ook is. Echt wauw. Heel erg mooi. En dan de laatste kleur Mystery is ook weer echt wauw. Die is ook weer niet te donker. Ik vind dit een beetje een donkere versie van een nude. Voor iemand met een donkerdere huidskleur zou dit ook echt een prachtige nude zijn. Dus I love it. Alle 3 de kleuren zijn geweldig. En de kwaliteit van deze lipsticks zijn ook echt amazing. En Freckles is echt my fave by far. Ik vind hem echt amazing. Dan ga ik verder met een paletje van SheGlam. Dit is dus een make-up merk die exclusief wordt verkocht bij SheGlam. Deze heb ik ook vandaag gebruikt voor deze make-up look. Ik heb hem nu pas slechts 1 keer gebruikt, maar ik wil hem toch jullie al aanraden. Want het is echt een geweldig contourpaletje. Je hebt hier 2 matte brightening kleuren. Deze brightening kleur heb ik vandaag hier gebruikt om het hier mooi te verlichten. Je hebt hier een highlight kleur. Je hebt hier een contourkleur. Hiermee heb ik ook vandaag mijn neus gecontourd en bij mijn wangen. En je hebt 2 bronzen kleuren. En deze bronzen kleur heb ik vandaag gebruikt om te bronzen. Kijk even hoe mooi mijn gezicht is gebronst. Dit paletje is echt wowie. Ook echt super betaalbaar. Hij is lekker groot, dus gaat lekker lang mee. Enige wat ik minder vind is, je hebt geen spiegeltje. Vooral bij gezichtspaletjes vind ik het belangrijk om een spiegel te hebben. Maar ja, voor die lage prijs, wat verwacht je nou? Dus ondanks dat ik hem pas vandaag voor de eerste keer heb gebruikt, ben ik er toch zo van onder de indruk dat ik hem jullie toch wil laten zien. Dus als je nog op zoek bent naar een goed paletje, gewoon bij Shine, jongens. Echt impressive. Dan ga ik verder met iets wat wel wat kost. En dat is de Clarins 4D Mascara. Dit is de Wonder Perfect Mascara 4D. Dit is een dure mascara, maar echt een hele goede mascara. Als jij iemand bent die houdt van mascara, die geen nep wimpers draagt, die altijd gewoon de echte mooie, lange, naturel wimpers rockt. En je zoekt nog een goede mascara, deze van Clarins, tenminste als je dat wilt betalen, is echt amazing. Het is echt, echt een hele fijne mascara. Ik heb echt de meest slechte wimpers ever.
wimper. En zelfs ik vind het fijn. Zelfs voor mijn mini wimpers werkt die zo ontzettend goed. Ik was echt helemaal onder de indruk. Dus als je nog op zoek bent naar een goede mascara die heel veel lengte geeft en volume, want hij doet echt allebei, dan raad ik je deze echt zeker te weten aan. Dan ga ik verder met de concealer. De Be Creative Wonderwear concealers zijn echt gewoon fantastisch. Ik heb ze nog laatst gebruikt in een video. Daarin heb ik ook al gezegd hoe geweldig ze zijn. Maar ik dacht, ik breng ze nog vandaag eventjes terug. Dit is de Wonderwear collectie van Be Creative Makeup. Is een nieuwe collectie van hun. En de collectie bevat dus concealers en een foundation. Ik heb de kleuren 4W en 5W. Deze mix ik samen, want ik vind de ene te licht en de andere te donker. Ze zijn relatief betaalbaar. Ze hebben een volledige dekking en je hoeft niet veel te gebruiken. Echt maar een heel klein beetje. En ze dekken het hier helemaal fantastisch. Dus deze concealers, ik wil ze jullie echt aanraden. Dit zijn echt een van mijn faves op het moment. Dan ga ik verder met de wenkbrauwgel. De NYX Control Freak wenkbrauwgel. Ook vandaag gebruikt om mijn wenkbrauwhaartjes mooi op hun plek te houden. Hij is wel groot. Ik weet dat sommige mensen daar niet van houden. Vooral als je hele dunne wenkbrauwen hebt, dan gaat deze denk ik iets te groot zijn. Maar als je gewoon hele normale wenkbrauwen hebt of hele volle wenkbrauwen, vooral als je hele volle wenkbrauwen hebt, dan is deze echt amazing. Hij houdt ze echt goed op hun plek. Het voelt letterlijk aan als een haargel, maar dan voor de wenkbrauwen. Hij is echt heel goed. Hij houdt mijn wenkbrauwhaartjes altijd helemaal goed op hun plek. Mijn wenkbrauwhaartjes zijn een beetje moeilijk. Ze gaan altijd een beetje alle kanten in, maar wanneer ik deze gebruik, doen ze dat dus helemaal niet. Deze is mij ook aangeraden door een van jullie, dus wie dat ook was, dankjewel hiervoor, want ik ben er heel blij mee en het is NYX Cosmetics, dus ook weer lekker betaalbaar. Dan ga ik verder met een oogschaduwstick van ELF Cosmetics. Ik hou van oogschaduwsticks. Ik gebruik ze niet heel vaak op beeld, omdat ik hier toch altijd make-up review en dan altijd gewoon paletjes gebruik, maar oogschaduwsticks gebruik ik bijna altijd wanneer ik gewoon op een normale dag een everyday look wil maken en gewoon snel wil zijn, dan gebruik ik altijd een oogschaduwstick. Deze is van ELF en deze heet Bronze Medal. Dit is een beetje een glanzende, koeltoonachtige kleur. Kijk even hoe mooi deze kleur is. Het is een bruine, koele kleur en hij glanst ook helemaal. Deze breng ik dan aan over mijn hele ooglid. Blend het uit met een kwast. Breng het ook nog een beetje aan op de onderste wimperrand. En ik ben klaar. Het gaat gewoon super quick, super snel. En je hebt dan gewoon een volledige ooglook zonder heel veel moeite te hebben gedaan. Dus daarom vind ik oogschaduwsticks altijd super super fijn. En deze is heel erg goedkoop. Te koop bij de Douglas. En jongens, echt amazing. Hij blijft ook gewoon goed zitten de hele dag. De kleuren zijn mooi. Je hebt alleen niet veel kleuren. Volgens mij heb je maar iets van 4 kleuren of zo. Maar dit is wel echt mijn fave. Dit vind ik een hele mooie kleur. Ondanks dat ik altijd persoonlijk meer neig naar warme kleuren, is dit toch wel een kleur die ik echt heel vaak rok. Ondanks het feit dat hij niet warm is. Maar ik vind hem echt super goed staan. Ik vind hem echt prachtig. Maar zoals ik al net zei, je hebt ook nog andere kleuren. Je hebt ook zo'n bronzy warme kleur. Dus mocht je een andere kleur willen, die optie heb je. Maar deze raad ik jullie echt allemaal aan. Vooral voor de snelle everyday make-up looks. Dan ook van Clarins heb ik hier een SOS primer. Ik heb volgens mij geen betere glowy primer dan deze. Dit is echt stipt op nummer 1. De beste glowy illuminating primer die ik heb. Als je deze aanbrengt op je gezicht, hij geeft je helemaal zo'n prachtige natuurlijk glow. En je gezicht behoudt ook die glow de hele dag door. Welke make-up je er ook opsmeert. Ik moet wel zeggen, als je er een volledig dekkende matte foundation op knalt, ja, dan gaat de glow wel een beetje weg. Maar als je gewoon een normaal product erop doet, dan gaat de glow er zeker doorheen te zien zijn. Ik heb hem in de kleur 00 Universal Light. Je hebt ook nog een aantal andere kleuren, maar deze heb ik gekregen toen in PR. En ik ben er zo van onder de indruk. Ik heb ook een heleboel glowy primers die meer betaalbaar zijn en ook een aantal dure. Maar er is er geen één zo goed als deze. Hij heeft ook absoluut niet zo dat die glitterige glow het is echt gewoon zo'n mooie glow from within. Het is gewoon echt prachtig. Hij is helemaal zo wittig, maar als je het uitsmeert, gaat dat gewoon helemaal weg. En dan blijft er zo'n hele mooie glow from within over. Kijk hoe mooi die mijn hand nou ook laat glanzen. Zie je dit? Dit gebeurt dan dus met je hele gezicht. Ook voor de wat oudere vrouwen onder ons. Dit geeft je weer echt helemaal zo'n jonge, frisse glow. En dat is echt gewoon amazing. Wie gaat bijhouden hoe vaak ik amazing zeg in deze video? Let me know. Dan ga ik verder met een cream product van Olche Gulchen.
Goulson. Olje Goulson Beauty. Dit is de Glam Easy Highlight Plus Multiface Color in de kleur Gold and Bronze. Je hebt ook nog een andere kleur, maar ik heb Gold and Bronze. En dan als je het zo uitdraait, dan komt er hier een prachtige cream kleur tevoorschijn. Het wordt gepromoot als blush en bronzer. Als bronzer vond ik hem helemaal niks. Maar als cream blush, vooral met mijn huidskleur, het is echt de perfecte mix van bruin en roze. En het geeft helemaal zo een natuurlijk glow op mijn gezicht. En het is echt amazing. Als je de dop verder opendraait, dan heb je hier ook nog een cream highlighter. Ik persoonlijk hou daar niet zo van, maar die is ook prachtig. Dus als je daarvan houdt, dan raad ik die ook zeker aan. Hele mooie kleur. Ik persoonlijk hou gewoon echt alleen maar van poeder highlighters. Maar echt, de kleur hieronder, de prijs is ook niet al te duur. Ook al zou je die andere niet gebruiken, raad ik hem gewoon alsnog aan. Alleen al voor deze. Het is echt ontzettend mooi op mijn wangen. Last but not least heb ik hier de Essence Liquid Ink Eyeliner. Deze is waterproof. Ik heb hem niet per se omdat hij waterproof is ofzo. Dat maakt me altijd helemaal niks uit. Maar hij is gewoon geweldig. Deze bestaat echt al lang. Maar ik vind toch dat hij eventjes wat extra aandacht verdient. Deze is echt prachtig. Dit is echt de meest zwarte, intense liquid eyeliner die je ooit gaat zien in je leven. Hij is wel klein, dus hij gaat best wel snel op. Maar de prijs is ook laag. Ik gebruik deze echt zo vaak. Hij heeft zo'n applicatortje. Lekker flexibel ook. En hij is echt zo ontzettend zwart. Dit is echt gewoon één swipe, jongens. Kijk hoe zwart hij is. Hij droogt ook helemaal mat op. Hij is echt, echt amazing. Vooral voor die lage prijs. Essence really did that. Dit is echt een van de beste eyeliners die ik heb. Dus ik raad hem jullie ook zeker allemaal aan. Vooral voor de lage prijs. Deze had letterlijk 20 euro mogen zijn voor mij. En dan had ik hem nog gehaald. Zo goed vind ik hem. Dus I love it. Hij is ook lekker flexibel. Hij beweegt gewoon zo lekker mee. Echt fantastisch. Nou mensen, dit was het dan voor vandaag. Gewoon een lekkere, snelle video vandaag over de make-up producten die ik jullie allemaal aanraad. Deze producten zijn echt allemaal amazing. En ik vind ze echt geweldig. Als jij nog goede make-up producten hebt, laat het ons weten beneden in de reactie. Want dan kan ik die misschien ook gaan kopen en dan kijken wat ik ervan vind. Ik ben altijd benieuwd naar goede make-up obvious. Dus ik hoop weer dat jullie iets hebben gehad aan deze video en het weer leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!